We doen het culturele dagen om gemeenschap Almelo bij elkaar te brengen. Niet mensen uit elkaar drijven, maar mensen naar elkaar toe trekken. En daar zijn wij trots als Almelo, Almeloer. En ik ben trots op mijn stadsgenoot. En voor de gemeenschap doen we dat. We krijgen een nieuwe moskee. Is nog voorconcept. We zijn nog met de architect nog aan het overhandelen. We hebben al groen licht gekregen voor een bestemming van gemeente. Daar ben ik dankbaar voor onze gemeenteraad. U ziet het, we hebben een grotere plek. Moskee is niet alleen voor het bidden, maar ook sociaal, cultureel. Voor de mensen dat ze hier komen. Sociale activiteiten, culturele activiteiten. Ook niet alleen moslims hoor. Iedereen is hier van harte welkom. Nu is er in Nederland ophef ontstaan over de financiering van sommige moskeeën in Nederland. Hoe zit dat hier in Almelo? Dat gaat via donaties van Almelozen of wat mensen die in Nederland willen doneren. Die mogen dat in maandelijkse termijnen of wat anders gewoon doneren. En als wij het van de Islamitische Stichting Nederland kunnen wij ook geld lenen. In termijnen laten terugbetalen. Daar, onze is hoofdorganisatie is de Islamitische Stichting Nederland. Nou, het komt dus niet uit het buitenland? Absoluut niet. Maar dat kunnen ze ook zo achterhalen. Hè. Dus wij accepteren niet en wij willen het ook niet. Er komen ook andere ruimte in dan de gebedsruimte. Hè? Waar zijn die voor bestemd? Ja, dat is voor de vrouwen, voor de jeugd, voor de oudere mensen. Voor de hele gemeenschap Almelo. Wij doen ook een zaaltje waar iedereen gewoon Almelo kan huren. Gewoon als ze een keer wat voorlichting willen geven of wat dan ook. Zo'n persoon van 300, 400 mensen kan dat in een salonnetje of in een zaaltje. Voor de hele gemeenschap, voor de hele Almelo is dat. En ook andere instellingen, stichtingen die kunnen gerust daar wat organiseren of wat dan ook. Ja, want...